Nee, Bad Al-Bayrak. Je hebt een nieuwe baan, hoor ik. Ja, op 12 mei word ik beëdigd als Kamerlid. En er staat de popel om weer aan de slag te gaan. En leg eens uit, hoe komt het dat je vanaf dan weer Kamerlid wordt? Omdat er een plekje vrijkomt in de PvdA-fractie. Staf de Pla wordt wethouder in Eindhoven. En ik ben de eerste opvolger. En heb je zin om aan de slag te gaan? Ja, en of. En misschien ook wel meer dan ooit. Want vanochtend besefte ik dat het voor de 5e keer is dat ik beëdigd word. De eerste keer was in 1998. Maar er is wel wat veranderd in dit land. En als ik nu kijk naar waar de politiek staat. Hoe de verschillen zijn, hoe de bezuinigingen ingevuld worden. Dan denk ik, ja, dit gaat over de vraag, krijgen de mensen die nu opgroeien in Nederland dezelfde kansen als ik kreeg toen ik opgroeide? Rotterdam-Zuid, openbare scholen. Maar mijn ouders hebben zich nooit zorgen hoeven maken om de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van goed onderwijs, gewoon de kwaliteit van het onderwijs. Gezondheidszorg, ook zo'n basisvoorziening, waarvan ik zeker weet, als nu de verkeerde keuzes gemaakt worden, kunnen we niet meer garanderen dat morgen nog steeds iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en fatsoenlijke zorgvoorzieningen heeft. Ieder voor zich, God voor ons allen. Of nee jongens, iedereen krijgt een kans en iedereen mag meedoen. Dat is het Nederland waar ik voor ga. En nou, wat is nou een mooiere plek dan dat te mogen doen vanuit de Tweede Kamer. Je gaat ook campagne voeren. Wat staat er nu het eerst op het programma? Dat is morgenochtend met Job Cohen. We gaan naar Utrecht, de wijk Overvecht, waar we met de politie gaan praten over veiligheid. De uitdagingen die ze tegenkomen, hun problemen, maar vooral ook welke oplossingen wij kunnen brengen.